Hallo en welkom. Ik heb heel goed nieuws. En het goede nieuws is dat al een poos karma voorbij is. Karma, een energie die ons door al onze levens heeft lopen duwen en trekken en sturen. En is misschien de reden waarom je in dit leven de zee niet in durft. Na 10 levens te zijn verdronken, is het niet zo raar dat je in dit leven liever de zee niet ingaat. Of na een aantal keren van hoogtes te pletter te zijn gevallen, is hoogtevrees uit vorige levens ook niet onwaarschijnlijk. Toch is de tijd van karma voorbij. Maar dat betekent niet dat de tijd van de vrije wil voorbij is. Eerst gaat het erom dat je het je realiseert en dan gaat het erom van hoe bevrijd ik mij dan van dat karma. Gelukkig is er op dit moment een explosie aan mensen die je mee kunnen nemen naar vorige levens, waar je een hoop van kan leren. En door het je bewust te worden, verandert er natuurlijk iets. Karma is qua dat iets heel bijzonders. En dat heeft ons blijkbaar gediend, want het zal zijn functie hebben gehad. Maar nu is de mooie tijd daar, dat we ons daar vrij van kunnen maken. Maar het is altijd belangrijk om je te beseffen dat het niet gaat om vrijheid van, maar vrijheid tot. Wat ga je met die nieuwe vrijheid doen? En hoe kom je bijvoorbeeld van je hoogtevrees of watervrees af? En vorige levens komen niet alleen maar in ons leven door mensen buiten ons, want we hebben er zelf ook toegang tot. Alleen, het leuke aan deze tijd is, heel veel weten dat nog niet. Zo kan een man die hiervoor een heel aantal vrouwenlevens heeft gehad, met grote gezinnen, een verbinding daarmee voelen, zonder die realisatie te hebben van, hé, dat zijn mijn vorige levens. Maar die voelt het zo sterk, dat hij zegt, ja, ik identificeer mij als vrouw, want ik voel mij vrouw. En biologisch is het geen vrouw, zal het nooit een vrouw worden. Tot nu toe in ieder geval is geen enkele geslachtsoperatie gelukt. En zijn de XY-chromosomen van geen enkele man veranderd in twee XX-chromosomen. Maar dat die stroming op dit moment zo heel sterk is in onze cultuur, dat het lijkt wel op hol geslagen. Van je, je kan bijna in je eigen paspoort aangeven of je man of vrouw bent. Je biologie doet er eigenlijk niet meer toe. Wat er allemaal voor logica achter zit, dat laat ik in het midden. Maar de logica dat vorige levens zich in het leven van de normale mens ook aandienen, is misschien wel de enige en eerste logische verklaring die je hoort. Waarom er zo'n sterke identificatie is vanuit het ego dat een man een vrouw is. Of een vrouw zichzelf een man voelt door herinneringen aan vorige levens. Als man. Homoseksualiteit is hier ook zo'n mooi voorbeeld van, want dat is iets dat exclusief is
voor het mensenras, de manier waarop zich dat manifesteert in exclusiviteit. En mogelijk komt het wel ergens anders in de natuur voor, maar dat weet ik niet, maar het zou kunnen. Maar in principe is de logische verklaring van homoseksualiteit, net als de angst voor water na 10 keer verdronken te zijn geweest, is het ergens ook logisch dat als een ziel 10 levens een vrouw is geweest en nu opeens een man, dat die voorkeur voor mannen nog niet veranderd is en dat dat 1 of meerdere levens kan duren voordat die verschuiving wordt gemaakt. Het is dus eigenlijk karmische homoseksualiteit en nog niet echt een homoseksualiteit vanuit echt een vrije wil, zou ik zomaar zeggen. Het is die stromen die zich aandienen en ik heb er geen oordeel over of iemand hetero kiest te zijn of homo kiest te zijn. Het is wel fijn om het onderwerp karma op deze manier te belichten, want als je er zo naar kijkt, krijgt het een hele andere plaats misschien in je leven. Want als karma voorbij is, dan betekent het dus dat het tijd is om je bewust te worden van die vorige levens. Want als iemand, ik neem maar even het voorbeeld van de man, zich totaal bewust is van 10 vrouwelijke levens daarvoor, is de kans dat het ego van de persoon er zich mee gaat identificeren 0. Die ziet het als een onderdeel van en zal dan ook de levens als mannen daarvoor zien en voelen. En kan dan in dit leven mogelijkerwijs totaal genieten van het man zijn wat gekozen is in dit leven. Er is nog veel meer, want we hebben ook heel veel spirituele levens gehad. En als je er daar een aantal van hebt gehad, als non, als priester of verder in de geschiedenis, dan wordt het een heel ander verhaal. Want als je dan terugkomt als homoseksueel, ik noem maar even een voorbeeld, heb je ook de herinnering, ja, maar dat mag niet. Je hebt misschien in dat leven 1500 mensen gemarteld, onthoofd, op de brandstapel gegooid als non of als priester of als welk hulpje van welke religie dan ook. Om die homo's uit te roeien, dat was normaal. Die waren van de duivel of dat was fout. Wat natuurlijk een bizarre dwaling is. Maar die dwaling komt ook als karma bij die persoon. Dus dan zit je in een homoseksueel leven. En dan komt ook nog eens die energie mee van hoe slecht het is. En heb je daar ook nog mee te dealen. De vrijheid van karma begint dus bij jezelf kennen en je grotere zelf omarmen. Ik heb op een gegeven moment van Pamela een prachtig consult gekregen. Pamela Kribbe. En in dat consult leerde ik dat de moeder van mijn kinderen, waarmee ik in scheiding lag, ik niet alleen ken uit een vorig leven als partner, maar ook ken uit een vorig leven als moeder. Voor mij maakte dat zoveel uit. Er kwam zoveel meer, zoveel breder perspectief op het geheel. En ik heb andere mensen natuurlijk ook uitgenodigd om dat verder te gaan ontdekken.
En tot mijn grote verbazing hoorde ik van die consultsleer dat mensen erachter komen dat die ook met hun moeder of met hun vader een relatie hebben. En zo zie je het universum een bijzonder gevoel voor humor hebben. En zitten we op de Tinder-apps en de andere dating-apps of komen we iemand tegen en oh, dat voel ik me speciaal bij die persoon en daar wil ik mee gaan trouwen en alles doen. Maar het blijkt je kind te zijn uit een vorig leven. Of een partner uit een vorig leven wat minder vreemd voelt dan in bed te liggen met je moeder of je vader uit een vorig leven. Het verklaart wel de Oedipus en het Elektra-complex in de psychologie, maar dat is even een hele andere zijstraat. En zo zie je maar dat karma een heel complex iets is. En nu we op onze spirituele reis klaar zijn om meer van onszelf te omarmen. Want die vorige levens, het zijn geen vorige levens. Alles vindt hier en nu plaats. Dus die vorige levens zijn meer simultaan parallele levens. En die voel je nu. Je voelt die angst voor het water, die angst voor hoogtes, die aantrekkingskracht naar die man of die vrouw. Of die voorkeur voor het mannelijke en of het vrouwelijke. Maar in een wereld, in een universum, in het leven dat jij leeft, is het grootste cadeau dat ons wordt gegeven dat het leven geen betekenis heeft. Het is aan ons om het leven betekenis te geven. En als het leven geen betekenis heeft, dan is er ook geen zonde. Maar als er iets is dat zonde is, dan is het zijn die je bent door de ervaringen van anderen. En die anderen, ondanks dat het je vorige levens zijn, zijn nog steeds die anderen. En als je partnerkeuze, je seksuele voorkeur, het feit of je durft te zwemmen of een bergwandeling durft te maken, afhankelijk is van meningen en conclusies van anderen in dit hier en nu punt, dan is dat hartstikke zonde. Want daardoor kan jij niet echt zijn de voorkeuren die je echt bent. Word je als het ware nog gehypnotiseerd door duizenden en duizenden jaren in een karma-draaimolen te hebben gezeten. En een groot onderdeel van de healing circles is juist het jezelf kennen. Dat soort delen bewust te maken en te gaan sturen. En omdat spirituele levens, naar mijn ervaring, zoveel invloed hebben op je dagelijks leven, gaat het deze keer in de healing circle over die levens. En hoe je dat kan transformeren. Zoals het goed voelt voor jou. Want je hebt niet heel veel verbeeldingskracht nodig dat als je 10 keer met Jezus bent getrouwd voor de katholieke kerk, je seksualiteit hebt weggegooid, je behoefte aan schepping door materie leuk te vinden hebt weggegooid, of dit in priesterlevens hebt gedaan of als monnik in Tibet al het vrouwelijk schoon negeren en alles wat je toch enthousiast zou maken, gewoon negeren in jezelf als het gaat om materie en bezit, kan natuurlijk heel goed maken dat jij nu in dit leven niet kan genieten van het seksuele, je schuldig voelt in je relatie of in je gezin, want er klopt toch iets niet, want die beloftes uit vorige levens verstoren dat. Dus je kan niet echt genieten. Je kan ook niet echt overvloed toelaten.
Want er zijn beloftes gemaakt die dat blokkeren. Misschien ben je al vanaf jonge leeftijd in jezelf aan het snijden. Op het moment dat je het gevoel krijgt van je omgeving dat je niet goed genoeg bent. Iets dat voor geestelijke levens ook heel normaal is geweest. Om jezelf continu te martelen en te treiteren. Het is mijn ervaring dat er behoorlijk wat winst valt te behalen op het moment dat je die stukken bewust maakt. En daarmee contact maakt en daarmee in gesprek gaat. Die delen van jezelf. En nieuwe verbindingen maakt en tot nieuwe conclusies komt. En dan die cirkel van levens dichtbij houden in het dagelijkse 3D-leven. Zodat je je letterlijk bevrijd van de gevangenis. Van zonde, van de ervaringen van anderen, zodat je vrij kan worden om in dit leven vredig en gezegend gewoon door je leven heen te stromen. En jezelf steeds beter te kennen en wat je allemaal omvat. Natuurlijk zijn er nog steeds mensen die zeggen, nou, volgens mij heb ik geen vorige levens, omdat dat insinueert ook toekomstige levens. En in de basis is alle angst die we kennen in ons leven de angst voor de dood. En ondanks dat het makkelijk te zien is dat de kerk met een keizer in 400 na Christus reïncarnatie uit de Bijbel heeft gegund, heeft het in ons leven nog steeds een bepaalde impact hier in het Westen? En denken we, als we doodgaan, dan verdwijnen we ergens. Alsof we nooit zijn geweest, alsof we nooit bestaan hebben. En zijn dit soort ideeën die ik nu met je deel, eigenlijk niet toegankelijk voor je? Toch kan je zelf onderzoek doen. Je kan kijken naar al die kinderen op aarde die zo goed gedocumenteerd zijn, die hun vorige levens herinneren. En het zijn er niet weinig. Al die kinderen die met 3 jaar van die wondergenieën zijn. Met de piano, met de kwast. Of gewoon genieën die kunnen beter rekenen dan de beste rekenmachine met 3 jaar. En daar zijn zoveel hints uit te halen om voor jezelf erachter te komen. Wow, ik leefde dus hiervoor. Ik kom hierna hoogstwaarschijnlijk wel weer terug. Althans, ik kan me voorstellen, ik weet dat ik keuze heb om terug te komen. Maar na duizenden en duizenden jaren door de pestplagen, door de slavernij, door alle ellende te zijn geploeterd die we in het verleden hadden. Als vrouw was je minder waard als een hond. Als man had je het ook niet echt best. Totale disharmonie. En nou zijn we eindelijk voorbij 2012 punt. En hebben we het letterlijk als mensheid gered. En vanuit dat perspectief lijkt het me zo onwaarschijnlijk dat ik en jij niet terug gaan komen. Omdat het nu eindelijk leuk wordt op aarde. Er is eindelijk respect voor het leven. Compassie begint. Nou, dit alles met heel veel woorden om met je te delen. Dat het heel handig kan zijn om een manier te vinden. Om de invloeden van andere levens in je leven bewust te maken. En als je geen andere manier weet, dan nodig ik je van harte uit om met mij mee te doen met de healing circles. Die ik met heel veel liefde samenstel om
mijn eigen proces met jou te delen. En ja, de vreugde en openbaringen die daaruit komen. Want uiteindelijk ben ik erachter dat, ja, er is heel veel plezier en er zijn heel veel plezierige dingen om me op te focussen. Maar uiteindelijk is er niks belangrijker dan contact te maken met die vrede en die vreugde en dat niet serieuze, vrolijke, kinderlijke in jezelf hier en nu. Dan is er minder behoefte aan plezier. Tuurlijk is plezier nog steeds iets waar je voor gaat, maar het is niet meer een verslaving. Want als je je gezegend voelt, dan is de behoefte om toe te voegen weg. En om die reden deel ik dit heel graag met jou. Of inspireer ik je graag op deze manier. Want karma is echt voorbij. En vind een manier die voor jou werkt om je vrije wil in te zetten. Dat je jezelf ook in je dagelijks leven vrijmaakt van karma. Want jij hebt een vrije wil. Jij mag kiezen. Dank je wel.